Goedendag. Welkom bij een bijzondere aflevering van NTTV. Vandaag is CEO Jacques van der Merre van havenbedrijf Antwerpen de gast in de Promedia Studio in Rotterdam. Met hem bespreken we wat de impact is van de coronacrisis op de Belgische haven. Ook pakken we enkele andere actuele thema's bij de kop, zoals de plannen om een nieuw containerdok aan te leggen en de filemalaise op de Antwerpse ring. We doen dit in samenwerking met Flows, de Belgische tegenhanger van NT, in de persoon van hoofdredacteur Bart Timperman. Meneer van der Merre, om maar met de deur in huis te vallen, hoe hard is Antwerpen geraakt door de coronacrisis? Wel, toch ongezien hard. Als we kijken naar de resultaten van de haven over de laatste 8 jaar, was het gestage groei met meerdere procenten, hè, dus gemiddeld 4%. Nu, na 8 maanden, staan we op -5. Dus op zich is dat een ongewoon iets. Maar als ik dan kijk naar de andere havens in de wereld, en zeker in de Le Havre-Hamburg range, komen we er nog al bij al niet te slecht uit. Dus ja, het is, en het zal zeker geen goed jaar zijn, maar een drama zal het zeker niet worden. Oké. En hoe verklaart u dat Antwerpen het dan toch nog wat beter doet dan die andere havens in die range? Wel, er zijn natuurlijk verschillende redenen. We zijn in alle segmenten heel actief. We zijn niet afhankelijk van één bepaald continent of één land. We zijn goed in evenwicht tussen export en import. Maar de chemie is natuurlijk een van de grootste, zo niet de grootste motor van de haven. En 25% van de containers, als we specifiek naar de containers kijken, is direct gelinkt met die chemische industrie. En de chemie heeft natuurlijk ook wel wat klappen gekregen, maar blijft toch de motor die draait. En we hebben ook een heel grote reder, MSC, die Antwerpen als hub heeft uitgebouwd. En dus ja, in moeilijke tijden hebben die heel wat lading teruggebracht naar Antwerpen vanuit verschillende havens. En dat maakt dat we, ja, zoals vele havens, blank sailings hebben meegemaakt. Hè, toch een 140-tal en nu nog een 20-tal te verwachten. Maar die zijn gecompenseerd geweest met inducement calls en grotere call sizes op andere schepen. En dat verklaart dat we in het containersegment bijvoorbeeld nog altijd een lichte plus vertonen of een break-even vergeleken met vorig jaar, wat nogmaals een recordjaar was. Dus ja, vele redenen. En het is in moeilijke tijden dat je uw zwakte ziet natuurlijk, maar ook uw sterkte. En dat geeft wel, toch wel wat vertrouwen voor de toekomst. Ja. Over sterkte is gesproken, u hebt het vermeld, de chemische sector. U hebt daar de voorbije jaren een pak investeringen binnengehaald. Wat is het geheim dat die voor Antwerpen kiezen of blijven kiezen? Ook daar weer een aantal redenen. Antwerpen is al geruime tijd de grootste geïntegreerde petrochemische cluster van Europa, de tweede grootste van de wereld. En dus een cluster heeft zo de neiging van zichzelf te versterken. Dus veel bedrijven komen om, ja, in die cluster nog een toegevoegde waarde te bieden. We hebben alle grootste spelers die daar zitten, gaande van ExxonMobil, Total, tot de Ineosen, Borealisen, Air Liquides en BASF en anderen. En die zijn altijd maar blijven investeren in hun zitten, die eigenlijk ontstaan is in de jaren 50, 60. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat ze dat doen en blijven doen. ExxonMobil en Total hebben de voorbije jaren een miljard in elk geïnvesteerd naar de toekomst toe. En Ineos is nu een investering aan het voorbereiden die tot 4 miljard zal gaan. Met de meest nieuwe technologieën, zij is een ethaankraker en een PDH, maar die maken natuurlijk de grondstoffen voor andere chemische bedrijven. En dus als je zo speler kunt binnentrekken, ja, dan zijt je zeker dat de komende 20, 30 jaar nog bijkomende investeringen gaan aangetrokken worden en dat die cluster, ja, zichzelf nog gaat versterken. En die hubfunctie, die clusterfunctie, heeft denk ik een bijzonder grote aantrekkingskracht op al de grote bedrijven in die specifieke chemische sector. Als ik daarop aan mag sluiten, hoe hoog is de teller inmiddels opgelopen qua investeringen in de chemie?
Wel, het is moeilijk om daar een exact cijfer op te plakken, want een BASF bijvoorbeeld investeert elk jaar 150 miljoen euro in hun bestaande sites, maar communiceren daar niet over. Het is als er maar wat er wel is gecommuniceerd, als je dat optelt, waar kom je dan op? Ja, dan zit je toch tegen de 10 miljard, 10 miljard. Die ofwel al gerealiseerd is, bijvoorbeeld een DCU bij Total, bij ExxonMobil, tot en met de aangekondigde 4 miljard bij Ineos, het miljard bij Borealis. Ja, dat zijn gigantische bedragen. Ja. Ze kijken daar in Rotterdam natuurlijk wel een beetje met een schuin oog naar. Te meer omdat Rotterdam natuurlijk met zijn stikstofproblematiek kampt. Stimuleert dat naar uw indruk meer bedrijven om in Antwerpen te investeren dan in Rotterdam, met name onder invloed van die stikstofproblematiek? Dat heb ik toch nog niet met zoveel woorden gehoord. Hè. Ik weet dat dat leeft en dat dat dikwijls gebruikt wordt als argument. Maar in mijn gesprekken met de CEO's, investeerders van bijvoorbeeld Ineos of Borealis, speelt dat element toch niet, zeker niet als eerste of drijvende of drijfveer voor eerder voor Antwerpen te kiezen dan bijvoorbeeld Rotterdam. Mm-hmm. Het zijn de andere argumenten die voor hen heel doorslaggevend zijn. Maar natuurlijk, die stikstofdiscussie is een moeilijke, zowel voor Nederland, maar ook voor België, als we het straks zullen hebben over de investering in een extra container. Okay. Dok, ja, dat heeft impact op stikstof. En vermits die site vlak aan de Nederlandse grens ligt, gaat dat hoe dan ook gevolgen. Okay, maar dat heeft niet met de Belgische wetgeving te maken. Dat heeft ook met de Nederlandse stikstofwetgeving absoluut te maken. Ja. Okay. Ja. Er komt nog bij dat gisteren bekend is geworden dat Nederland een CO2-heffing gaat invoeren. Speelt dat eigenlijk ook in België? Het feit dat er een CO2-heffing gaat ingevoerd worden of niet? Ja, Nederland heeft dikwijls een roeping of een wil om wat frontrunner te zijn op een aantal thema's. Dus wij zijn eerder afwachtend en we schrijven ons in een meer Europese aanpak, denkende dat het weinig zin heeft van een Europese koers te onderschrijven en mee te onderhandelen en dan daarnaast ook nog een individuele koers, omdat dat verschillende dynamieken gaat genereren. Mm. En natuurlijk voor bedrijven ook wat vervelend is om goed te begrijpen waar wil men uiteindelijk naartoe en waarom doet men dit. Ja. Dus in België is men daar iets relaxer over, wat dat dan weer binnen bepaalde middens kritiek uitlokt. Maar ik denk, we leven in Europa, dit zijn problemen die minstens op Europese schaal moeten opgenomen worden om effect te hebben. Dus in verspreide slagorde dit soort thema's aanpakken is verwarrend voor de burger die niet goed begrijpt waarom doet men dit, maar ook voor bedrijven die toch beslissingen moeten nemen op de hele lange termijn en liefst zoveel mogelijk zekerheid, rechtszekerheid, maar ook zekerheid op klimaataanpak om hun aandeelhouders te kunnen overtuigen om die investering op een bepaalde plek te doen in de plaats van een andere. Dus het is het blijft, maar wie zijn wij, Belgen, Vlamingen, om Nederlanders te zien die daar altijd zeer voluntaristisch zijn. En ik begrijp waarom men het doet, maar het heeft natuurlijk wel wat neveneffecten. Ik begrijp het. U prijst ons een klein beetje, niet de hemel in, zal ik maar zeggen. Nee, maar ik vind het mooi dat men het wil overwegen. Ja, maar het heeft voor en na. Ik hoorde bij uw boodschap van Nederland maakt het zichzelf niet makkelijk op deze manier. Niet altijd. Nee, precies. Even voor de Nederlandse kijkers. Antwerpen zet vol in op de aanleg van een nieuw containerdok. Ja. Kun je een klein beetje uitleggen waar gaat dat precies komen? En wanneer gaat het project van start en wanneer moet het klaar zijn?
Wel, het gaat in het verlengde komen van het deurgangdok. Het is dus een getijdendok, niet achter de sluizen, maar echt open op de Schelde, waar nu al het grootste containerdok ligt van Antwerpen. Het zal daar in het verlengde gebouwd worden. Dus een forse uitdaging om dit op die plaats te gaan doen. Een stuk van het huidige deurgangdok zal moeten afgebroken worden om een doorgang te bouwen. En dan zal het parallel met het deurgangdok worden uitgegraven. Dus dat is in tegenstelling tot de Maasvlakte die gewonnen wordt op zee, wordt in Vlaanderen en heel de haven van Antwerpen is zo gebouwd geweest, is gegraven, uitgegraven geweest. Mm-hmm. Een totaal andere dynamiek met totaal andere uitdagingen qua bijvoorbeeld grondverzet. Maar we moeten dus land gaan afnemen van landbouw en natuur. En dan komt men onmiddellijk in een heel delicaat discussie en evenwicht dat gevonden moet worden tussen die drie spelers. Vandaar dat sowieso veel tijd in beslag neemt. Mm-hmm. Dat het sowieso uitmondt op een compromis waar iedereen wat water in de wijn moet doen. Wat hier ook het geval is, want we gaan het dok kunnen uitgraven, maar slechts langs één zijde exploiteren. Daar wil mijn collega Timperman graag nog wat meer over weten. Maar even, kunt u wat kerncijfers noemen? Hoe groot wordt het en wat wordt de overslagcapaciteit? Wel, samen gaan we toch een extra, op die plek 4,2 miljoen te bijbouwen. Mm-hmm. Wat toch een hele hoop is, specifiek op dat gedeelte van de extra containercapaciteit. Want we gaan het op verschillende plekken doen. Het gaat van start gaan hopelijk in 2023, de werken. We hopen die ook te kunnen beëindigen tegen 2030, zodat het een aantal jaren ervoor al deels in exploitatie... Ja, dat gaat fasegewijs dan waarschijnlijk. Ja. Maar in totaal spreekt men toch over een verhoging, algemeen dan, alle bouwstenen van een 7,5 miljoen te capaciteit op de bestaande 15. Hè. Dus we spreken toch over een verdubbeling. Wat nodig is, gelet op de groei in containersegment sinds eigenlijk 30, 40 jaar. Ja, dus het is niet van een nice to have, het is voor Antwerpen een must have. Oké. Collega. Ja, sommigen zeggen wel eens, we graven een nieuw dok en we gaan het maar aan één kant exploiteren. Ja, is dat niet een beetje weggegooid geld als je eigenlijk aan de overkant bijkomend nog zoveel extra capaciteit zou creëren? Of is dat omdat het draagvlak beperkt is dat we die keuze maken? Ja, we leven in een wereld waar maatschappelijk draagvlak belangrijk is. Een license to operate is deze dagen anders dan in de jaren 60, 70, waar investeringen, technologie, hoogspanningslijnen, centrales, kon men bij wijze van spreken eender waar bouwen als men een akkoord had met een burgemeester. En men zag dat als de welvaart komt en iedereen gaat daarvan genieten. Ja, vandaag in een heel dens gebied zoals Vlaanderen, waar ruimte beperkt is, is elke groei, maar het evengoed van landbouw of van natuur of van industrie, is altijd een moeilijke discussie waar een evenwicht moet gevonden worden om net dat draagvlak te verkrijgen. En dan mondt men dikwijls uit op een compromis waar men zegt, als men het puur financieel bekijkt, is dat niet de meest verstandige investering naar ROI op kort termijn. Maar men moet zo'n investeringen plaatsen in die maatschappelijke discussie en kijken naar een veel langere horizon. En dus is het duidelijk dat we vandaag ons neerleggen bij de beslissing die Vlaanderen genomen heeft, want het is Vlaanderen die de vergunningen moet geven en de ruimte voorziet om zoiets te bouwen. En het zal dus een dok zijn dat langs één kant wordt operationeel gemaakt. Ja. We hadden het natuurlijk als puur dan als havenbedrijf liever anders gezien en waarschijnlijk de betrokken investeerders ook. Maar we leven in 2020 in Vlaanderen en niet in de vorige eeuw of in China of in Singapore. Ja. Het dok dat nog geen naam heeft, dat gaat aantakken op het deurgangdok. U heeft zelf gezegd van er moet een stukje eventjes verdwijnen om die eventjes, er moet een stukje verdwijnen om te kunnen aantakken.
Daar wordt dan ook gezegd van ja, de logica is dan ook, omdat het aantakt dat het dezelfde spelers zullen zijn die op die terminal, die op de nieuwe, in dat nieuwe dock actief kunnen zijn, dat daar geen nieuwe speler kan komen. Is dit voorbarig of is dit juist? Nee, dat is zeker voorbarig. We zullen de markt bevragen en de concessies die verkregen kunnen worden tenderen, zoals we dat altijd doen. En ik ga ervan uit dat er heel wat interesse gaat zijn van uiteraard bestaande spelers, maar ook van nieuwe spelers of andere spelers die al actief zijn op een andere plek. Uiteraard is er een logica van synergieën tussen bepaalde plekken die nu al geëxploiteerd worden door bepaalde spelers. Maar zeggen dat alles eigenlijk al op voorhand vast ligt, denk ik dat dat op zijn zachtst gezegd overdreven is. Okay. Als ik naar de Antwerpse containersector kijk, dan valt mij op dat Antwerpen minder vergaand geautomatiseerde terminals dan in Rotterdam heeft. Is dat een bewuste keuze eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Onze bestaande spelers zoals PSA, TIL, DP World zijn toch actief in heel de wereld, zijn zeer ervaren in dat segment. Maar geloven denk ik niet in het volledig automatiseren van die activiteit die toch heel piekgebonden is. We hebben daarboven hele goede havenarbeiders die heel performant zijn. En zij, maar ik ook, geloof in die combinatie tussen mens en technologie. En niet alles overlaten aan automatisering en technologie. We zien ook hoe kwetsbaar automatisatie is, hoe kwetsbaar infrastructuur, netwerken. Kwetsbaar in welke zin? Wanneer is het kwetsbaar? Ja, een cyberaanval zoals we toch al regelmatig hebben gezien in verschillende sectoren, maar ook met name APN-terminal. Ja, dat is gebeurd. Niets sluit uit. En ik denk in tegendeel dat gaat verminderen in de toekomst. Dus men moet zich daar toch ook wat tegen beschermen. Dus denk ik dat een gezonde combinatie tussen mens en automatisering, dat wellicht de toekomst is. En in tijden waar risicomanagement zeer belangrijk is, en we zien het nu meer bepaald met COVID, er komt ineens een risico. Ja, hoe ga je om met zo'n risico's? En als je enkel maar terug moet vallen op een geautomatiseerd systeem, ja, dan ben je als mens, denk ik, en als gemeenschap, als maatschappij kwetsbaar. Kwetsbaarder dan in het verleden. Dus ik ben geen warme voorstander van nog meer te gaan naar die volledige automatisering. En ik zie ook dat de betrokken spelers daar ook niet die kaart vol trekken. Behalve dan de terminals op de Maasvlakte. Ja, dus in Rotterdam en in op de Maasvlakte met name is het anders. En ik ben geen specialist en ik volg niet van zeer dichtbij wat daar de voor- en nadelen zijn. Ik kijk enkel naar de productiviteit in de twee havens. En wat met ziet u dan? En dan zie ik dat die toch nog altijd hoger ligt in Antwerpen dan in Rotterdam. En dat heeft denk ik te maken met die kwaliteit van die havenarbeiders, de beschikbaarheid, hun competentie. Men kan veel over havenarbeiders zeggen, maar ik zie alleen dat die er staan. Die staan er altijd, ook in COVID-crisis. Ze doen hun werk zeer goed en ze halen hoge productiviteitscijfers tot grote tevredenheid van de terminal-uitbaters die jaar na jaar records kloppen op diezelfde terminals. Ik hoor je dus met zoveel woorden constateren dat de Antwerpse productiviteit hoger ligt dan de Rotterdamse. Ja, toch doorgaans. En zeker op een aantal terminals. Ja. Met name MPET heeft een van de hoogste productiviteitscijfers in de wereld zelfs. MPET, voor de Nederlandse kijker, wat is dat? Dat is de combinatie tussen TIL en PSA. Dat is op het deurgangdok de grootste containerterminal van Antwerpen, toch? Hè? Ja, die toch per kwartaal 2 miljoen te draait. Ja. Per kwartaal. Dus dat is aanzienlijk. Dat zijn een hoop dozen, zoals we dat hier ontvangen. Dat zijn een hoop dozen. Nu, die dozen naar uw haven krijgen is een kunst, maar ze er weer uit krijgen is ook een kunst. Absoluut. We spreken daar ook vaak over binnenvaart.
Als je dan kijkt, in Antwerpen wachttijden 24 uur, Rotterdam, als ik het juist weet, tot 36 uur, Hamburg hetzelfde probleem. Ja, de binnenvaart die is niet altijd even gelukkig. Is er nog meer te doen om die mensen nog meer tegemoet te komen, dat nog te vervlotten? Ja, absoluut. Dat is het gekende probleem van een ketenwerking, waar verschillende spelers actief zijn, maar niet noodzakelijk dezelfde belangen hebben en vooral niet dezelfde machtspositie om die keten optimaal te doen werken. En dan botst men tegen een aantal zaken, zoals een beperkte capaciteit op de maritieme terminals. Daar begint het mee. Als men natuurlijk geen plaats heeft als binnenschipper om even aan te leggen, dan weet men dat het hoe dan ook problematisch gaat worden. Daar werken we aan en zeker in het kader van de nieuwe investeringen met ECA, met voorziene capaciteit voor de binnenvaart. Maar er zijn ook andere zaken die daar meespelen. Het is een zeer gefragmenteerde aanpak. En dus elke schakel heeft zo zijn eigen dynamiek. En het is een beetje zoals in estafettenloop. Als men records wil kloppen, dan is het doorgeven van het stokje nogal belangrijk. Hè. Het heeft geen zin dat één iemand snel loopt als de andere niet in dezelfde lijn staat of niet weet dat ineens het stokje aankomt. En dus die alignering van die verschillende schakels is belangrijk. En wat kan een havenbedrijf daar doen? Dat is faciliteren, de mensen rond de tafel brengen. En met voorstellen komen naar betere planning, het bundelen van capaciteit. Wat we gedaan hebben, en we gaan dat blijven doen, hè. Het is iets dat men niet van vandaag op morgen kan verbeteren. Toch niet substantieel. Het is een lange weg waar vele kleine stapjes zullen genomen moeten worden door heel veel spelers die dat niet noodzakelijk onmiddellijk zien als in hun eigen belang zijnde. En dus het is hard werken, maar dat is het werk, denk ik, van een havenbedrijf. Dat is de tafel, de koffie aanbieden, een aantal medewerkers die workshops organiseren om iedereen te doen inzien van samenwerken gaat voor iedereen op termijn beter zijn. En zeker voor die haven, want zoals je terecht zegt, de aantrekkelijkheid van een haven is niet enkel de voorkant. En daar zijn al heel wat uitdagingen om die zo toegankelijk mogelijk te maken. Maar het is uw hinterland en uw achterkant die even belangrijk is. En daar loopt het in vele havens. Hè. Dat is het geval voor Rotterdam, voor Hamburg, voor Le Havre. Het is hoe krijg je al die volumes, zowel de containers, maar ook de andere, hoe krijg je die nog vlot en veilig tot bij de klant? Ja. Een andere modaliteit die daarvoor dient is natuurlijk het spoorvervoer. Ik heb de indruk dat in Antwerpen, net als in Rotterdam, het eigenlijk nauwelijks lukt om het aandeel van het spoor in het totale aan- en afvoer van de haven echt substantieel omhoog te krijgen. Ondanks allerlei plannen en goede voornemens. Hoe komt dat toch? Wat is nou het fundamentele probleem om dat aandeel per spoor omhoog te krijgen? Wel, ik denk dat het grootste probleem is de flexibiliteit van andere modi. Dus een vrachtwagen, niet zo flexibel als een vrachtwagen. Die komt wanneer je het wil, die wacht even en die is weg en die kan verschillende routes nemen om tot het punt te gaan waar hij naartoe gaat. Een trein is veel minder flexibel, hè? Dus daar moet je een spoor volgen die geraakt ook al niet tot echt voor de deur aan de terminal in vele gevallen. En die prijselasticiteit en flexibiliteit is vele malen minder. Dus men moet al heel veel wagons hebben om als spooroperator uit de kosten te komen. Dus die nemen ook niet het risico om spoorproducten te gaan ontwikkelen, met name frequenties tussen punt A en punt B op een vast moment. Dat maakt dus voor die terminals of voor die rederijen of voor die verladers de keuze tussen de vrachtwagen, die heel goedkoop is, heel flexibel,
om die te verlaten en vol te gaan voor spoor, niet zo evident. Mm. Vandaar dat er een aantal zaken moeten veranderen, in vooral niet zozeer in het verder uitbouwen van infrastructuur. We hebben meer dan 1000 kilometer spoor in de haven van Antwerpen. 1000. Vergeleken met Hamburg is dat maal 3. Maar maar we hebben helaas slechts een 7-8 spooroperatoren, daar waar Hamburg er meer dan 100 heeft. Ja. Dus, geloof ik 30% van de aan- en afvoer per spoor of zoiets. Ja, die hebben natuurlijk geen binnenvaart, dus het is ofwel de truck ofwel het spoor. Wij hebben natuurlijk een heel groot aandeel in binnenvaart, meer dan 40%. Maar spoor blijft hangen op een, wat containers betreft, op een 7-8%, waar we al jaren hopen en werken naar een verdubbeling. En daar is een heel stappenplan voor nodig. En eindelijk zijn we aan tafel met de netbeheerder, Infrabel, om andere regels toe te passen binnen dat havengebied. Het feit dat de main hub gesloten is op zondag, omdat dat een algemene regel is voor het Belgisch spoor in heel het land. Ja, niet in die haven toch. De main hub is de centrale draaischijf, net als Keijf in Nederland. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus die moet natuurlijk dag en nacht open zijn. En ook op zondag andere veiligheidsvoorschriften. Het gaat over goederen en niet over personen. Er zijn tal van zaken. Kunt u nog meer van een paar voorbeelden van die concrete maatregelen nemen? Waarvan, als we dat nou regelen, dan komen we vooruit. Wel, het elektrificeren van het spoor. Dus men komt vanuit het achterland met een trein die natuurlijk elektrisch wordt aangedreven. Ja, in het havengebied tot een bepaald punt zijn er elektrische lijnen. Daarna moet men een diesellocomotief gaan nemen. Dus men moet nog eens veranderen. Dat heeft allemaal natuurlijk een kost en plus tijd enzovoort. Maar het goede nieuws is dat we eindelijk gestructureerd overleg hebben met de Infrabel, een concrete MOU hebben onderschreven met concrete stappen over bijvoorbeeld samen naar investeringen kijken, samen naar bundeling mogelijkheden kijken, samen naar de rangeerheuvel kijken om die neutraal te maken, samen ook naar tarieven en gezamenlijk opereren van de last mile. We hebben zelf een spoor bedrijfje opgericht, Railport. En we zijn ook in overleg nu met niet alleen Lineas, maar ook met Deutsche Bahn, om spooroperatoren aan te trekken om naar Antwerpen te komen. En gelukkig merk ik nu vanuit Deutsche Bahn een groeiende interesse om mensen aan te werven, om meer locomotieven, meer trein- of spoorproducten te gaan ontwikkelen tussen Antwerpen en Duitsland, wat toch ons natuurlijk hinterland is. Dus ik zie beweging. Ik denk dat er een momentum is, ook gelinkt aan de Green Deal, de Europese Green Deal, om die modal split, die ook natuurlijk naar milieu- en klimaataspecten grote voordelen heeft, naast de mobiliteit, om nu eindelijk die stap te zetten richting verdubbeling. Ja, richting verdubbeling. Ja. Laten we eens beginnen met, wanneer is het, hoe lang heeft u nog nodig om het op 10% te krijgen? Wel, we hebben ons als doel gesteld om in 2030 die 15% te hebben. We zijn vandaag op 7. Er rest ons nog een kleine 10 jaar. Ja, u kan zelf de berekening doen. Als dat lineair zou verlopen, dan moet er toch bijna elk jaar een klein procentje bij komen. Als we het doel willen halen, maar het kan ook wat mij betreft op een ander ritme gebeuren, als we er maar geraken. Nu, ik ben op dat vlak iets positiever en optimistischer dan 2 jaar geleden. Ik ontdek ook de spoorproblematiek die toch complex is. Maar ik zie dat heel wat neuzen die niet in dezelfde richting stonden een aantal maanden, jaren geleden, dat nu wel het geval is. En dat, zoals dikwijls, plots is er een moment en dan moet iedereen wat gas geven. Ik hoop dat de nieuwe CEO van Infrabel, meneer Gilson, die ik binnenkort ontmoet, van de haven van Antwerpen een strategische prioriteit gaat maken, ook voor Infrabel, zodat we relatief op korte termijn positieve effecten gaan zien in die verhoging van de percentage. Oké, we gaan het zien. Ik hoop het ook. Ja. Ja, ander hoofdpijndossier denk ik toch wel, de ring rond Antwerpen, berucht filepunt. Er komt de aanleg van de Oosterweelverbinding nog eens een keer bij, die ongetwijfeld voor allerlei extra vertragingen zal gaan zorgen.
Ja, want ja. Komt het ooit nog goed met de ring? Ja, het komt ooit goed. Dus het feit dat we nu nog wat meer last hebben, is toch positief vertaald, omwille van het feit dat we eindelijk aan de slag zijn gegaan. We hebben heel wat tijd verloren in Antwerpen en in Vlaanderen met de discussie rond hoe we de bestaande capaciteit op de weg gingen verhogen en verbeteren. Hoe lang heeft die geduurd? 20 jaar of zo? Ja, 20 jaar. Ja. En zeker de laatste 10 jaar heeft men referenda enzovoort. Dus men heeft iedereen zijn mening gevraagd om uiteindelijk toch te doen wat iedereen eigenlijk al lang wil. Met name, hoe kunnen we de infrastructuur en de capaciteit verhogen in de ring sluiten. Nu, we zijn zover dat de plannen op tafel liggen. En niet alleen op tafel, maar ook op de werven die er zijn. En dus natuurlijk zal het eerst even erger zijn tijdens de werken, alvorens het beter zal zijn. Maar ook daar ben ik heel optimistisch dat het fileprobleem in Antwerpen ooit onder controle gaat komen. Als ik zie de werken die nu begonnen zijn, die zijn echt indrukwekkend. Het is de grootste werf in West-Europa, 1,5 miljard dat men daarin investeert. Een bijkomende tunnel, ook de Thijsmanstunnel, belangrijk voor de haven, zal ontdubbeld worden. Mm. Men gaat echt nu grondig te werk en men gaat zeer zichtbare verbeteringen zien. Alleen tijdens die werken zal het nog erger worden. Maar positief bekeken dan, het is een bijkomende incentive om nu eens wat creatief te zijn. Want iedereen zal in de miserie zitten, dus misschien is het moment om toch naar die trein, op zijn minst naar spoor te gaan kijken. Want ja, op de weg gaat het waarschijnlijk nog wat moeilijker worden. Ja, mensen moeten nog een paar jaar geduld hebben, het maar op te gaan, maar dan wordt het ook echt beter. Ja, en ook het moment om de infrastructuur die 's nachts er ook ligt, hè, dus, maar niet benut. Dus men moet ook een mental shift gaan ontwikkelen naar hoe dan ook de modal split. Niet alleen nog maar met de wagen alles willen doen, maar ook met het openbaar vervoer. Maar misschien, en zeker in het goederentransport, de autostrades en de tunnels, die liggen 's nachts daar ook. En die zijn leeg. Dus men kan die op dat ogenblik zeer efficiënt gebruiken. En gelukkig zien we nu dat de 3 terminals 24 op 5 dagen open zijn. Mm. En dat heeft al heel wat positieve effecten. 500-600 vrachtwagens die dan 's nachts komen in de plaats van overdag. Ja, op jaarbasis zijn dat toch 400-500.000 die uit die file verdwijnen. Maar dat vergt natuurlijk een mental shift bij heel wat spelers om niet noodzakelijk tussen 9 en 5 alles te willen doen, maar ook tussen 8 en 12. En misschien tussen 4 en 6 morgens. Op dat moment zijn er heel wat zaken, problemen die er niet zijn. Alleen het vergt een aanpassing in heel die logistieke keten, met inbegrip van het achterland. Hè. De magazijnen moeten dan ook open zijn. Okay. Nu we toch over problemen aan het praten zijn. Rotterdam kent het probleem met de juridische gehakketak rond havenarbeid. We hebben voor Vlaanderen of voor België een uitspraak van een advies van het Europees Hof rond de havenarbeid, wat de discussie altijd op scherp stelt. Nu, een havenbedrijf op zich is daar geen betrokken partij in, voor zover ik weet, maar kunnen jullie daar een rol in spelen? Want het blijft toch iets wat op die haven blijft hangen. Ja, het is voor alle duidelijkheid een advies van de advocaat-generaal die nu buitengekomen is, waarbij men vaststelt dat er een onwettigheid of onverenigbaarheid zou zijn tussen de Belgische regelgeving en de Europese rond de vrijheid van vestiging. Nu, een advies is een advies. Wat telt is een arrest van het Hof. Dat staat er aan te komen en dus zou ik wachten op het arrest om dan te zien wat is nu die overtreding. En hoe kan die dan worden opgelost? En dat is het werk
van de betrokken partijen. Met name de CEPA, zoals we weten, en de verschillende havenbedrijven. Hoe vinden die terug een evenwicht dat werkbaar is voor iedereen, in alle dimensies, om die sociale vrede in de haven te kunnen bewaren? Want die is essentieel voor iedereen natuurlijk. Dat er adviezen komen, mooi, maar ik kijk naar het arrest. En hoe dan België, desgevallend, zijn regelgeving zal moeten in lijn brengen met de Europese. Dus dat is een delicate evenwichtsoefening natuurlijk, waar een havenbedrijf kijkt naar wat er op tafel ligt en hoopt dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid zullen opnemen om dat in der minne op te lossen. Ja, want Antwerpen kent relatief lang sociale vrede. Ik neem aan dat jullie dat liefst zo houden. Ik denk dat iedereen dat liefst zo houdt, maar als er een nieuw feit komt, met name een arrest, moet men kijken wat de gevolgen daarvan zijn. En dan zijn er een paar spelers aan zet, zoals de Belgische wetgever. En die gaat dan een beslissing moeten nemen. En die doet dat veelal in België in overleg met alle betrokken partijen. Dus ik zou verbaasd zijn moest dat nu niet het geval zijn. Ja. Een ander dossier dat u ongetwijfeld bezighoudt is de fusie-samenwerking, hoe we het ook mogen noemen, met de haven van Zeebrugge. Ja. Daar kijken wij ook een beetje met hoop naar een goede verstandhouding. Hoe liggen de kaarten op dit moment? Wel, die verstandhouding die is in elk geval al zeer goed. En de gesprekken worden nu al geruime tijd sinds begin van het jaar geïntensifieerd en dus in een zeer sereen en constructief positieve sfeer. Ik denk dat beide partijen begrijpen dat ze samen sterker zullen zijn, dat ze samen slimmer zullen zijn, dat ze samen meer impact zullen hebben op de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De geopolitieke spanningen, Brexit met name, maar ook de klimaatuitdagingen, maar ook de economische positionering van havens in Europa en in de wereld. Ik denk dat de emoties wat uit het debat zijn verdwenen en dat men dat nu heel, heel rationeel bekijkt in al zijn dimensies. En zo'n gesprekken hebben tijd nodig om te landen tot in alle details. Zoals bekend, er is een akkoord als men over alles akkoord is. Ik kan u zeggen dat zonder daar natuurlijk heel veel over te kunnen vertellen vandaag dat er al over heel wat zaken een akkoord is bereikt. En dat ik hoop dat we dat in de komende weken, maanden zullen kunnen afsluiten. Maar dat zal u als eerste vernemen. Ja, kijk, dat is een mooie toezegging. Ja. Ja. Voor mij als buitenstaander wil ik er toch een kleine aanvullende vraag op stellen. Is het uitgangspunt nou echt volledige samenwerking? Een fusie à la North Sea Port, of is het toch een ander model? Ik denk dat we de zaken samenwerken is natuurlijk belangrijk, maar het moet ook op een efficiënte manier gebeuren. We leven al in een heel complexe wereld. Ik hou liever de complexiteit buiten het bedrijf dan het nog eens te importeren door allerlei moeilijke constructies op te zetten die heel veel tijd vergen intern om tot beslissingen te komen. Meer dan ooit moet men heel snel kunnen schakelen. Dan is natuurlijk een eenvoudige constructie heel belangrijk. Oké, dus dan hoor ik u eigenlijk zeggen dat het gaat over samenwerken, maar niet echt. Fusie is niet... Jawel, fusie ligt zeker op tafel. Dat is een van de mogelijkheden. Hè. We hebben altijd vanaf de start gezegd dat het een intense samenwerkingsvorm moet zijn. Mm. En dan zijn er een aantal mogelijkheden, waaronder de fusie. Maar die ligt met name zeker op tafel. Ja. Maar is de kans er nog dat we dit jaar daar nog landen met dat dossier? Want er komt een nieuwe CEO die pas volgende maand of over twee maanden effectief start in Zeebrugge. Ja. Ja, dat bepalende aandeelhouders, zoals in elke discussie rond mergers en acquisitions, het zijn finaal, het management bereidt het dossier voor, maar het zijn aandeelhouders en dat zijn
Ja, de gemeenteraden van Brugge en Antwerpen en daarvoor de schepencolleges die een beslissing moeten nemen. En die moeten dat doen op basis van een dossier dat volledig is en waarover alles een akkoord is. En daar wordt aan gewerkt en daar wordt hard aan gewerkt en in een zeer constructieve sfeer. Dus geef ons nog wat tijd en zoals gezegd, u zal dat als eerste vernemen. Oké. Daar sluiten we mee af. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Met plezier. Dank u. Dit was het voor deze keer. Graag tot een volgende keer.